De tijd dat lepra-leiders het bos ingestuurd werden om daar eenzaam te sterven, is op de meeste plaatsen gelukkig voorbij. Ik weet nog goed, toen ik begon was het nog vrij gewoon om patiënten te krijgen in het ziekenhuis die bijvoorbeeld uit de jungle kwamen, die dan jaren al in de jungle geleefd hadden omdat ze uitgestoten waren uit hun dorp. Leproserieën zijn vaak voor een groot deel bevolkt met patiënten voor wie hulp zo laat kwam dat ze nu levenslang van de bedeling moeten leven, omdat hun ziekte wel te genezen was, maar hun verminkingen niet meer te herstellen zijn. Ik denk als je toen lepra had, dat je eigenlijk geen kans had op een normaal leven. Mensen waren zo bang voor je. Het eerste begin was, dacht ik, in Tanzania. Toen daar een lepra-arts Hans Anten werkte. En zijn moeder eigenlijk bevlogen werd met dat werk. En dacht van, hier moet wat aan gebeuren. Kan waktu itu saya masuk kelas 1 SD. Terus badan saya merah-merah, jadi itu saya berhenti sekolah karena teman saya bilang kenapa itu mukanya merah-merah. Lepra is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie en verspreid wordt van persoon tot persoon. De bacterie die heeft een specifieke voorkeur voor huid en zenuwen, waardoor je lichte plekken op de huid krijgt die gevoelloos worden. Iemand die gevoel verliest, beschadigt zich makkelijker. En dat kan uiteindelijk ertoe leiden dat zelfs de hele voet of een onderbeen geamputeerd moet worden. Lepra is eigenlijk heel erg makkelijk te behandelen met een cocktail van antibiotica. De Lepra Stichting spoort mensen met lepra zo vroeg mogelijk op. We zorgen ervoor dat ze de juiste behandeling krijgen om handicaps te voorkomen. En we zorgen voor revalidatie. Wij zenden geen mensen uit, we bouwen geen ziekenhuizen. Maar we versterken juist de lokale gezondheidszorg. En dat doen we bijvoorbeeld door artsen op te leiden of door werkplaatsen op te zetten waar protheses worden gemaakt. Wat mij het meeste raakt, kijk, de fysieke gevolgen zijn natuurlijk verschrikkelijk. Maar ook juist dat er zoveel meer is dan alleen de fysieke gevolgen van lepra. Itu semacam ipar-ipar saya, mertua saya, jijik sama saya. Jadi itu saya minta cerai sama suami saya karena saya selalu korban perasaan. Waktu saya itu kurus sekali badanku waktu itu karena saya selalu di korban perasaan, sedih. Ya, bantuan saya dapat dari NLA, uang saya belikan kulkas dengan alat-alat mesin jahit. Saya lihat sekarang sudah agak bagus masa depan saya, karena sudah banyak yang datang mau menjahit sama saya. Saya sudah juga banyak teman. Saya sudah tidak malu-malu lagi. Ik ben ambassadeur van de Lepra Stichting, omdat de Lepra Stichting veel meer doet dan alleen maar de ziekte lepra bestrijden. Ik ben zelf 3 keer naar Vietnam geweest en ik heb met mijn eigen ogen gezien wat lepra doet met de mensen daar. Maar niet alleen met de patiënten, maar ook met hun kinderen, hun familieleden. En ja, de Lepra Stichting gaat daar ook mee om. Dus zij behandelen niet alleen de ziekte, maar zorgen ervoor ook dat zij en hun familieleden een betere toekomst krijgen. En dat is gewoon heel belangrijk. Ja, als we kijken naar de resultaten die geboekt zijn, dan zien we een enorme verandering in het aantal patiënten wereldwijd. Ik denk dat we wel kunnen stellen dat het werk en de ondersteuning van de Lepra Stichting hier een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd. Maar er is ook nog steeds ontzettend veel te doen. Een van de belangrijkste problemen bij lepra is het ontstaan van handicap. Maar het is in feite heel erg makkelijk om dat te voorkomen. Het is een kwestie van vroegtijdig onderkennen van de symptomen van zenuwbeschadiging en behandelen met antibiotica.
Als we zouden stoppen met deze manier van leprabestrijding, dan zou het weer terug kunnen komen naar het oude niveau. De steun van de Postcode Loterij begon op een moment dat er vernieuwde aandacht was voor de preventie van handicap. En het was dus nodig om hele grote aantallen gezondheidswerkers in alle verschillende landen te trainen. En daarvoor was heel veel geld nodig, dus daar heeft dat geld zeer goed aan bijgedragen. Elke dag worden er nieuwe patiënten gevonden. En wij willen dat zij de juiste behandeling krijgen en dat handicaps worden voorkomen. Nou, dankzij de Postcode Loterij en de donateurs heeft de Lepra Stichting dit allemaal kunnen realiseren. En ik hoop dat zij de komende jaren dit kunnen blijven doen.